Het is helaas geen 1 april grap. We zitten nog steeds met z'n allen thuis. Maar ik ben heel blij dat jij weer gezellig kijkt naar een nieuwe video van Kinderen voor Kinderen. Blijf thuis! En we gaan er gewoon met z'n allen het allerleukste van maken. Door lekker te blijven bewegen. En door eens te kijken wat de kinderen van het koor allemaal thuis uitspoken. Want die kunnen natuurlijk ook niet naar school. En hebben ook geen repetities van Kinderen voor Kinderen. Maar wat ze misschien wel hebben, zijn een paar leuke tips om lekker in beweging te blijven. En ook danscoach Olivier, die staat weer lekker voor zijn bank thuis om ons een dansje te leren op het nummer Voetbalfan deze keer. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd of de kinderen uit het koor ook nog een beetje aan het voetballen zijn of aan het sporten. Hoi, ik ben Femke van Kinderen voor Kinderen. En normaal voetbal ik 3 keer per week en dans ik ook nog eens bij Kinderen voor Kinderen. Dan werk ik dus heel hard aan mijn conditie. Maar nu kan dat helaas niet. En dus werk ik zo aan mijn conditie. Eindelijk springen op de trappen. Let maar eens op. Hoi, ik ben Perrie van Kinderen voor Kinderen. En net zoals alle andere kinderen zit ik vandaag ook thuis. Ik zit natuurlijk thuis te dansen en springen. Maar ik vond ook 3 verdiepingen hoog. Dus ik dacht, waarom ga ik niet even lekker traplopen? Aangezien we niet naar sport kunnen, niet naar voetbal, niet naar tennis, niet naar hockey, moeten wij natuurlijk wel sportief blijven. En ik ga jullie een paar tips laten zien hoe je dat het best kan doen. Het is bijna 1 april, dus dan is het tijd voor nepgips. Om iedereen voor de gek te houden. En vandaag gaan we een hand maken, net zoals deze. Als voorbereiding ga ik eerst een paar stukjes van dit gips eraf knippen. Nou ga ik de watjes gebruiken, want als je die omdoet en je doet de gips omheen, dan kan je hem nog uitdoen, want anders zit hij vast. En dit gips is eigenlijk een soort van verband die je er dan omheen doet. En als je hem in het water doet en dan eruit en dan doe je hem op je hand. En dan smeer je het uit en dan voilà. Hoi! Ik ben Yves van Kinderen voor Kinderen en ik samen met mijn broertje. Jonge. Hoi, ik ben Noah van Kinderen voor Kinderen. Ik heb net mijn huiswerk gemaakt, dus is het nu tijd om een leuk trucje te doen. Vandaag gaan we laten zien hoe belangrijk het is om je handen te wassen. En wat je ervoor nodig hebt is een bord water, peper en zeep. En dan ga ik nu de peper erin doen. En de peper zijn eigenlijk een soort van de bacteriën. En dat verspreidt zich over de hele wereld. En stel je voor, het water is eigenlijk de omgeving om jou heen. Bijna iedereen is besmet. En alle scholen gaan dicht. En nu gaan we Jure als slachtoffer gebruiken. Jure, pak maar even lekker wat bacteriën uit het water. Eeuw. Heel veel bacteriën op je hand dan wel, hè? En dan ga ik nu mijn handen wassen en kijken wat er dan gebeurt. Oké, we doen wat zeep op de vinger van Jure. Oké, Jure. Doe maar je vinger in het water en dan gaan we laten zien hoe belangrijk het is om je handen te wassen. Kijk, wow. Dus als je je handen wast, blijven alle bacteriën om je heen en niet op jouzelf. Ik hoop dat jullie dit een leuk trucje vonden en dat je het zelf misschien ook uit kan proberen. Ik kan lekker met mijn broers en zussen op de trampoline spelen. Springen jullie mee? Dekkie! Dit, dan moet je een paar minuten op je hand laten drogen en dan leg je hem bijvoorbeeld even op de tafel om hem te laten drogen of zo. Maar dan moet je nog dit eromheen doen en uiteindelijk krijg je dus zo'n hand en dan kan je iedereen voor de gek houden. Ik ben hartstikke moe. Ik heb echt wel wat aan mijn conditie gedaan. Oh, ik ben echt kapot. Doei! Ik zag zoveel trampolines voorbij komen dat ik dacht, dat wil ik ook. Maar ja, ik heb geen trampoline. Dus ik vond dit wel een goede oplossing. Dus als je nou ook geen trampoline hebt, kan je altijd mijn tip gebruiken. Als je moeder het goed vindt natuurlijk. Ik ben ook wel heel benieuwd wie Saar voor de gek gaat houden met haar gips en neparm. En ik ben ook benieuwd of jij zelf in de maling bent genomen vandaag. Of dat je misschien een goede 1 april grap gaat uithalen. Wat in ieder geval geen 1 april grap is, is dat we lekker gaan dansen met Olivier. Let's go! We blijven allemaal lekker bewegen in ons eigen huis. En vandaag doen we warming up deel 1 en 2 achter elkaar. Rol die schouders maar naar achter. Goed zo. En stretch. Sluit.
Rollen af naar beneden. Handen op de vloer. Goed zo, doe de handen maar omhoog. En zwaai van links naar rechts. Van links naar rechts. Juist. En we klappen, 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 klappen op de beat. Kruis en dicht. Spring. Handen maar omhoog. Goed zo. En helemaal omlaag, hè. En we klappen. Op de beat. Net als de rest. En een stoere eindpose. Goed gedaan. Dan ga ik jullie nu het dansje aanleren van voetbalfan. Het dansje van voetbalfan kan je thuis met de hele familie doen. Op de bank of op een stoel. En als je nou niet kan staan, dan blijf je gewoon lekker zitten. Wat we doen? Het maakt niet uit voor wie je bent. Dan gaan we rennen. Iedereen is voetbalfan. Doe je armen op en de zit. En arm, arm, neer. En dan herhalen we. Het maakt niet uit voor wie je bent. Iedereen is voetbalfan. Op en zit. Arm, arm, in. Heel goed. Of je nou voetbalfan bent of niet. Lekker dansen op dit coole nummer. Het maakt niet uit voor wie je bent. Iedereen is voetbalfan. Of je wint of soms verliest, nou en. Het maakt niet uit voor wie je jou. Samen uit en samen thuis. Iedereen is voetbalfan. Dus doe even normaal. Want we zijn toch allemaal super, super voetbalfan. Ben je voor rood, wit of blauw? De bal houdt ook van jou. Iedereen is voetbalfan. Oh, 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 oh. Klap je handen alle. Oh, 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 oh. Klap je handen alle. Iedereen is voetbalfan. Iedereen is voetbalfan. Je wint of soms verliest wel eens. Klap je handen alle. Ja, alle voetballers en voetbalfans die zitten natuurlijk ook gewoon thuis op de bank in plaats van in een vol stadion. Maar samen supporten we elkaar vanuit huis. En dan is het nu weer tijd voor het raadsel van Ridder. Het raadsel van Ridder. Het is wit en het ontploft. Een boemkool. Nou, ben jij er morgen weer bij? Dan gaan we lekker verder met de serie Kinderen voor Kinderen. Blijf thuis en abonneer nog even op het kanaal. En dan zie ik je morgen. Doeg!